alle spelers eigenlijk al. Ja, alleen de keeper en een speler. Niet echt Hibat. En de rest van de team? Ja, die leer ik nu kennen. Ik ben bij de wedstrijd. Oké, okay, nou je hebt nog 3 weken geloof ik. Ja, daarom. Ga ik me er eens even verdiepen in PEC of PEC? Nou, dat maakt er maar wat van. Okay. Bedankt hè. De camera Mike Koenders, hoe bevalt het in Zwolle? Ja, heel mooi hoor. Heel mooi. Ik heb je heel relaxed. Trainen en ploeg is alles echt top. Alles goed voor elkaar geregeld. Ik ben echt blij om hier te zijn. Hoe is jouw transfer tot stand gekomen? Transfer, ja, was op een dag, ik was nog in Lotte op stage opeens wilde mij René Haken. En hij zei ja, Zwolle is ook nog een tweede linksback. Achter Bart van Hintem ging hij mij vragen of ik zin in heb. Ik zei ja, tuurlijk. Ik zei gelijk, ik kom eraan. En met welke gedachten ben je aan het seizoen begonnen? Je moet echt richten op een positie achter Bart van Hintem. Ja, klopt. Ik moet in de tweede gesprekken gewoon mij doorontwikkelen en gewoon stappen maken. Was de grote verrassing dat je gebeld werd, Eredivisie? Ja, zeker. Ik was heel blij hoor, toen René Haken mij belde. Ja, dat is een mooie verrassing voor mij. Hoe ging het vanavond? 7-1 of 8-1 zelfs? Ja, 8-1. Ja, we moesten eigenlijk nog meer goals maken. En het beter uitspelen was nog wel een beetje moeilijk. We moeten nog wel stappen maken voor de Eredivisie. Vertrouwen na de eerste wedstrijd? Ja, zeker. Zeker. Roda uit is wel lastig, maar het kan lukken hoor. Zeker. Zeker. Dankjewel. Hey, alsjeblieft. Mustafa Saimak, hoeveel handtekeningen heb jij al uitgedeeld? Vandaag alleen of? Nou, de hele voorbereiding? Ja, dan een stuk op 50 denk ik. 50? Nou, ik heb niet geteld, maar wel aardig wat. Het zult er wel wat meer worden in de Eredivisie, of niet? Ik denk het wel. Ja, het is alleen maar mooi toch? Heb je het idee dat alle supporters jou nu helemaal kennen na een seizoen in de Eerste Divisie? Ik denk niet dat iedereen kent, maar ik denk wel dat een gedeelte van mij zou kennen. Wat is jouw verwachting voor dit seizoen? Wat is jouw persoonlijke doelstelling? Mijn persoonlijke doelstelling? Ja, zoveel minuten speelminuten maken, net zoals vorig seizoen, maar dat zou niet zo makkelijk zijn. Gezien de concurrentie. Maar ja, dat is alleen maar mooi dat de concurrentie hoog is. Wat is jouw positie? Waar ga je op richten? Ja, gezien de speelstijl van ons denk ik links buiten, links hangend. Wie is je grootste concurrent denk je? Denk? Ja, iedereen wel denk ik wel die in de voorhoede zit. En ik kan niet alleen links buiten, maar ook rechts buiten en op 10. Maar ik denk voornamelijk wel William Pluijm denk ik. 8-1 vanavond, tevreden? Ja, natuurlijk. Alleen jammer van die tegendoelpunt natuurlijk. En jammer dat ik niet heb gescoord, maar voor de rest, na een paar verkeerde momenten, hebben we wel aardig gespeeld denk ik.
Dankjewel. Alsjeblieft.